Desmond en ik hebben deze dag georganiseerd omdat het een heel mooi apparaat is, speciaal apparaat is, de tram. Voor die kinderen is dit gewoon geweldig. Je kinderen die zo'n tram zien, vinden het prachtig om in het OV te zitten. En helemaal de droom om deuren open te mogen doen, te mogen bellen op een tram, is gewoon uniek. Dat gebeurt niet zomaar. En dat verdienen ze. Ik ben al 10 jaar lang ambassadeur voor kinderen met een Down-syndroom. Ik werk 9 jaar voor het GVB. En ik heb gemerkt hoe speciaal het is voor die kinderen. Ik weet precies hoe die kinderen denken en voelen. En daarom had ik zoiets van, ik ga samen met Jordi kijken of we iets op kunnen zetten. Vandaar deze dag. Deze kinderen geven mij in ieder geval veel meer kleur in mijn leven. Veel vaders en moeders die ik al echt jaren ken. En dus de kinderen ook. Dus ik zie eigenlijk de kinderen mee opgroeien. En wat ik eigenlijk 2 weken geleden al zei, hè, dat jullie hebben een plekje in mijn hart. Jullie hebben de laatste 10 jaar mijn leven echt veel meer kleur gegeven. En voor jullie, het is niet alleen de kinderen, ook jullie zitten in mijn hart. Om met dubbele trams zo de baan op te gaan, met mensen erbij. En dat GVB en dit soort dingen meewerkt, is gewoon top. Dus ik hoop dat er een vervolg komt. En ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Omdat ik weet dat het GVB hier heel erg achter staat. We hebben sowieso een feestje van gemaakt. Samen met z'n allen gezongen. Leuk naar de omgeving gekeken met z'n allen. Ik heb er echt van genoten.